is Han. Ja. En dit is Hans zijn werkruimte. Dit is waar ik normaal gesproken werk. En ik werk ook met anderen in een atelier in Amersfoort. En hier heb ik nu op dit moment wat werk staan waar ik mee bezig ben voor een expositie in Wijchen. Eigenlijk een kleine serie. Een beetje ingegeven door wat stedelijk beeld, net zoals daar in New York, vanuit het Central Park. Dat is dan eigenlijk een grapje met een kunstmarkt wat meer de puinhoop is. Hier op de grond staat, ja, ik geloof dat de Bloedkerk heet uit Sint-Petersburg. Dat is in ieder geval de basis voor het werk. Daar moet dus ook nog, zeg maar, een kunstmarkt bij geschilderd worden. De bedoeling is dan toch vooral dames met hoeden en ja, eigenlijk de presentatie van schilderwerk. Dit is Griekenland, hetzelfde verhaal. De sfeer die daar door opgeroepen wordt is voor mij eigenlijk het belangrijkste. En de hele kunstmarkt die ik hier in ieder geval geschetst heb, die is nog lang niet klaar, maar dat dit al de hele kunstmarkt zijn. En ja, dat is werk waar ik mee bezig ben. Dat zijn twee van mijn dochters en een kleinkind. En dat zijn Spaanse danseressen die ook nog eens een keertje na enige, hoe noem je dat, retraite weer opgepakt moeten gaan worden. Dat andere spul is tekenwerk van me. En dat zijn dan eigenlijk... Oh, is dat een portret wat jij gemaakt hebt daar? Mag ik dat dichterbij zien? Dat ik gemaakt heb. Ik noem hem nog steeds Opa Java. Ik weet niet of die daar goed qua licht zo op kan, maar dit is eigenlijk een, ja, we noemen dat fotografisch tekenen. En daar zie je bij die andere, die Ethiopiër, zie je een basis daarvan. Dat je eigenlijk op grond van een foto een beeld maakt. En dan vervolgens met een potlood in allerlei grijs, wit en donker, ja, wit-zwart tinten, wit-grijs tinten, uiteindelijk de foto tekent. Het is heel arbeidsintensief. Het is wat anders dan dat je even het gezicht schetst. Maar het is haast therapeutisch als je hiermee bezig bent. Meditatief. En op die moment denk ik wel eens van... De wereld kan vergaan, maar ik ben nog steeds volop actief. Ik vind het wel mooi dat je allemaal werk in wording laat zien. Heel veel kunstenaars willen dat niet. Nee, het is toch een beetje dat ze vaak het idee hebben van... Ik geef wat bloot hoe ik mijn handel opzet. We gaan beneden naar een afschilderij kijken, hè? Dat gaan we doen, hè? Ja, dat is wel wat ouder werk wat ik beneden heb. En divers ook. Dat zijn ook uitprobeersels. Want dat moet je wel, vind ik, blijven doen. Uh-huh. Dat je dingen blijft proberen. Een serie die bijvoorbeeld nu in Naarden hangt en in Capelle aan de IJssel. Twee exposities die ik heb. Daar zie je heel veel, zeg maar, vrouwen met hoeden, transparant geschilderd op strand of tegen een kleurrijke achtergrond. Ja, daar kan je daar kan je eeuwig mee doorgaan. Je kunt bij wijze van spreken schablonen maken van je eigen. Het wordt een maniertje, een daag jezelf niet meer uit. Het wordt een maniertje en dat zie je bij heel veel kunstenaars. Maar ja, als het verkoopt, en dat is vaak een twijfel, zo van, wat doe ik? Als het lekker verkoopt, waarom zou ik er dan mee stoppen? En dat is toch een beetje de twijfel die elke kunstenmaker waarschijnlijk wel heeft. Als het verkoopt, heb je de neiging om heel lekker ermee door te gaan. Maar je eigen ontwikkeling blijft er toch een beetje stil bij staan.
Moeilijk kiezen, hè? Het is lastig kiezen. Soms weiger soms ook opdrachten. Dat klinkt een beetje arrogant. Niet omdat ik denk van ik kan het niet, maar omdat ik eigenlijk denk van ja, dit past niet bij me, dit zie ik niet zitten. Je vindt wel dat het bij jou moet passen wat je maakt. Het moet wel iets van jou blijven. Het moet me wel raken, ik moet er wel een gevoel bij hebben. En soms twijfel ik ook bij de dingen die ik natuurlijk heb gedaan. Dus als je nou deze bekijkt, dat Griekse, dan roept dat bij mij nu qua gevoel een sfeer op die ik, nou, bijvoorbeeld op Creta, ook herken. Als ik nou naar New York kijk, dan denk ik van, nou, technisch waarschijnlijk redelijk geslaagd. Het gevoel erbij is toch wel iets anders. Ben je er ook geweest in New York? Ja. En dat zijn toch de dingen waarvan, ja, je dan denkt van, oké, je kunt het schilderen, je hebt het gedaan, je kunt wel of niet tevreden zijn. Maar raakt het ook je innerlijk? Heb je er ook het gevoel bij van het was een lekker proces, het was lekker werk. En wat ik doe, dat roept gevoel boven, herinneringen boven. Prettige gedachten, minder prettige gedachten, net zo goed. En als je dat dan raakt, dan denk ik ja, dan heb ik een werk gemaakt of ik maak werk waar ik dan van denk, daar kan ik wat mee. Daar kan ik mezelf in terugzien. En als het klaar is, dan is het klaar. En dan laat je het ook makkelijk los ook? Ja. Hè? Heb je foto's van al je verkochte werk gemaakt? Of, die staan op de website. Die staan daar steeds op. En ik heb een map waar ik wat werk in heb staan. Nou. En het meeste werk, dat is er al niet meer. Dat nee. Is bij mensen thuis, zeg maar. Nou. Ja, dat is bij mensen thuis. Maar bijvoorbeeld dit, ik weet niet of je dit goed kunt zien met die schittering. Nou, dit is wat ik bedoelde met de dames met hoeden. Dit is ook het meest bekende werk van jou. Dat kom je overal op internet tegen als je op jouw naam zoekt. Nee, dat klopt. Nou, en heel vaak zie je het gekoppeld aan... voor de paardenliefhebbers is Ascot bijvoorbeeld een van de meest bekende situaties waar je van die ladies days hebt. Met vrouwen die dan prachtig uitgedost zien, waar de hoeden dan vooral zo extravagant mogelijk moeten zijn, kunnen zijn. Maar dit is bijvoorbeeld daar een variant op. En... Het is wel een soort... handtekening van jou, een signature, klopt. Een herkenning, dit die hoede, trouwens. Ja. Met die suggesties meer van mensen. Ik vind het zelf ook mooi, hoor, moet ik zeggen. Maar het daagt jou niet meer uit. Nou, aan de ene kant wel, want ik gebruik het ook nog steeds. Ja, als je daar nou naar dat werkje van New York kijkt, zie je toch ook weer dames terug. Maar als je naar deze bijvoorbeeld kijkt, dat is een finishfoto van een race in Melbourne. Als ik dan het heb over de raken. Ik kreeg die finishfoto toegestuurd in een zwart-wit. En dan zie je dus eigenlijk op die foto zie je de snelheid van die paarden. Om nou zo heel gedetailleerd te schilderen is dan weer iets van, wil je dat? Maar hier had ik zoiets van, ik ga het proberen en ik ga daar mijn kleuren in brengen. Maar ik ga vooral kijken of ik de snelheid weer op een doek terug kan brengen. Zoals ik hem ook op die foto zie. Maar dit is niet waar ik nu van zeg. Ja, ik mag hier best tevreden over zijn. Maar dit is dan ook weer gelijk een voorbeeld van de twijfels. Er zijn mensen die hebben dus gevraagd, wil je mij en mijn paard schilderen? En daar kun je leuk aan verdienen, denk ik er dan bij. Maar is dat nou net mijn stijl? Is dat nou net wat ik wil? En die vragen die ik heb gekregen op dat vlak, die heb ik toch met nee beantwoord. Omdat ik eigenlijk niet die gedetailleerde kant op wil. Ik wil niet die kant op dat alles per se moet lijken. Dat is ook een karaktertrek. Als je nastreeft perfectionisme, dan denk ik niet dat je dat ooit bereikt. Schilderen is juist voor mij een van de dingen om
omdat perfectionisme niet in die extreme vorm terug te laten komen. Net zoals hier twee werken van Venetië. Nou ja, als je kijkt naar de structuur, dan is het helder dat dat, nou, woningen aan het water zijn. Maar als je kijkt naar de kleuren, het is zeker Venetië. Ja, die kom je natuurlijk niet tegen in de realiteit. Nou, dat is nou precies wat ik bedoel met de perfectie. Want je kunt alle kleuren in wat voor stadium van de dag en de nacht kun je terug willen laten komen. Maar je geeft dus een stuk realiteit weer en tegelijkertijd in kleuren die jou, in jouw fantasie en jouw gevoel belangrijk zijn. En toch is het echt Venetië. Als je er geweest bent, herken je het ondanks die andere kleuren. Ja, dat is ook zo. Nou, heel iets anders is wat ik hier heb gedaan. Ik heb het laatste avondmaal geschilderd, ook in Dames met Hoeden en de Nachtwacht. Nou, dat was dus inderdaad voortbordurend op het thema geen man in beeld brengen, maar dames. Maar dit kan je ook uitmelken tot en met. En dit scoort goed. Het zijn ook grote werken. Die zijn ook verkocht. Maar om nou te zeggen van, nou pak je elke topper in de wereld en die bij elke vent op staat, maak je er vrouw van, die zet er een hoed op en je schildert het transparant. Ja, nee, je moet toch ook weer iets anders beginnen te doen. Wil je misschien zo vriendelijk zijn om door de rest van je boek ook even heen te bladeren? Want, ja, dat is uitstekend. Andere soorten werk uit andere periodes. Nou, de Boeddha's, dat is ook zo'n. Daar hangt er nog eentje daar aan de muur in ieder geval, die rode. Ja. Dat zijn, voor mijn gevoel, zijn dat eigenlijk schilderwerken geweest waarbij ik eigenlijk geprobeerd heb de uitdrukkingen van de Boeddha weer te geven. Eigenlijk vind ik zelf de kleuren daarbij ook weer belangrijk. En dan is de rode bijvoorbeeld met dat blauw, dat is mijn favoriet. Wat zegt de rood met blauw voor jou? Nou, het is toch aan de ene kant is de rood is de emotie. Mm-hmm. En de andere kant is toch dat het, zeker ten opzichte waarin Boeddha's vaak gemaakt worden, of het nou geschilderd wordt of op een andere manier gefabriceerd. De kleuren zijn toch vaak somber. En ja, ik moet zeggen dat ik daar dan niet altijd heel vrolijk van word. Dus ik geef daar ook liever dan een eigen draai aan. Want de Boeddha is wel iets om vrolijk van te worden, toch? Als filosofie en visie zonder meer. En als je dat dus in die landen ziet waar het boeddhisme hoogtij viert, zie je natuurlijk heel vaak geel, goud, wit, maar om de Boeddha heen. En de Boeddha zelf blijft toch altijd een kleur, een tint houden waarvan ik denk van, laat de Boeddha zelf stralen in plaats van dat alles dat je er goud op plakt of zo. Dus alles komt van binnenuit, dus laat dan ook de kleuren zelf zien die van binnenuit kunnen worden ontwikkeld en plak ze er niet op. Maar de Boeddha was natuurlijk ook verstilling. Boeddha is verstilling. Ja, klopt. En heeft verstilling een kleur volgens jou? Nee, voor mij niet. Als ik nou weer kijk naar dat Griekse tafereel, dan zou je kunnen zeggen, dit is ook verstilling. Maar met volstrekt andere kleuren dan zoals dat voorbeeld van de Boeddha. Mm-hmm. Ik denk ook vaak dat de gezichtsuitdrukkingen van de Boeddha, dat verstilling op zich is. Maar je kunt ook zeggen van, de kleur mag niet afleiden. En dat doet het in bij veel werken natuurlijk wel. Nou, wat ouder werk, nou dit is dan toch weer toevallig de Venetië, maar dit is dan een onderdeel van een vlinder. Ik had een jaar of 4, 5 geleden een vlinder tentoonstelling. Samen met Afrikaanse kunstenaar.
we hadden dus zeg maar allemaal een stuk of drie werken ingediend. En dan zie je dat. Kleurige tentoonstelling. Dat was kleurige tentoonstelling. Die Afrikanen waren 30 Afrikanen. En die hadden fantastisch werk geleverd. En dat, ja. Haast bijna allemaal in de niet realistisch, maar haast op een spontaan kinderlijke manier geschilderd. Kleuren erin, nou, het was letterlijk één groot feest. Hoe kwam jij bij 30 Afrikanen terecht dan? Ja, ik heb een vriendin die vertegenwoordigt Afrikaanse schilders in Europa. En die had speciaal voor hen had ze een tentoonstelling georganiseerd. Maar wilde daar ook een Hollandse schilder als aanvulling of contrast, of hoe je het dan ook noemen wil. Maar je kunt natuurlijk van elkaar altijd nog behoorlijk wat leren. En dat was, ja, dat was echt een heel vrolijk gegeven. Ja. Nou, dit is weer heel wat anders. Er staat er nog één beneden. Dit is 6 jaar geleden. Ja, goed kijken. Ja. Ja, het bovenste was eigenlijk naar waar Lost Love op staat, een vriendin met een relatie die in de knop eigenlijk sneuvelde. En ik zou een soort weergave van haar schilderen. En op het moment dat ik daaraan begon, belden ze me op en zeiden dat de relatie verbroken zou gaan worden door haar. En toen dacht ik van, nou ja, dan schilder ik daar in een pose die op zijn minst het verdriet uitstraalt. En dat heb ik op die manier ook gedaan. En de andere, Pronto, is eveneens een vriendin die eigenlijk heel veel kracht in zich heeft. En een dame waar je, als je die ziet, die gelijk, we hadden het net over Alpha. Hondjes, nou, dit is een alfa dame, ja. Ja. En daar zou ik dus ook een suggestie van haar, of een beeltenis van haar schilderen. En dat heb ik op deze manier ook gedaan. Zelf was ze er overigens niet al te blij mee. Maar dat kan natuurlijk. Ja, ja. Het is jouw visie op haar. Precies, ja. Ja. Ja, Van der Heijden heeft laatst een boek geschreven dat heette Helfweg. En zij vond toen op voorhand zichzelf een beetje als Helfweg neergezet. Terwijl voor mij was het een alfa vrouw. Een alfa vrouw. Een krachtige gewoon een vrouw. Krachtige vrouw. Ja, precies. En dat is ze ook, zou ik zien. Ja. Overigens is dit werk laatst verwijderd van een tentoonstelling. Het was een internationale tentoonstelling. Was hij te bloot? Ja, daar kwamen Indiaanse mensen. En ja, die vonden dat inderdaad naar de porno neigen. Dus hij moest weg. Ja, want het was een teleurstelling. Tegelijkertijd weet je dat dat gebeurt. Dus dan moet je. En je kan het ook niet weigeren of zo. Nou, nee, dat was in dit geval niet handig. Ik kan daar de humor ook wel van in zien. Want tegelijkertijd was dat heel ander werk. Waarvan ik zou zeggen van ja, dat zou nog meer naar de gedachte neigen van ja, moet je dit nou letterlijk open en bloot tonen. Maar goed, smaken verschillen. En helemaal als je tentoonstelt en ook wil verkopen, dan is dat. Dan moet je dat incalculeren. Je kan het er wel of niet mee eens zijn, maar je kunt er bijvoorbeeld in de perskeur erover emmeren. Maar dat is dan meer vanuit het feit dat je aandacht vraagt voor wat er gebeurt en voor je eigen kunst. Dan dat het een effect heeft van ze hangen het weer terug. Nou, dit zijn natuurlijk. Dit is aardig werk als je begint. De koeien. Mm-hmm. Oude Hollandse taferelen. Ik werk met olieverf. Altijd? Ja. Een enkele keer heb ik een basis die ik leg met acrylverf, maar normaal gesproken is het olieverf. En dan zijn dit eigenlijk prachtige
ja, hoe moet je dat noemen, prachtige situatie, beelden. En toen begon je om te oefenen. Er staat bij. Ja. Ja. Als ik inzoom, even dit kijken. Is 2006, als ik het zo even lees. Ja, ja. Ja, dit was... Ik denk dat ik, even kijken, ben 8 jaar geleden begonnen. En... Toen ben ik eigenlijk weer begonnen met tekenen. Ik heb veel getekend vroeger. Alleen ik ben nogal wat weerbarstig. Want op lagere school, middelbare school, veel getekend. Maar op het moment dat het verplichte vakken werden en je verplichte figuren moest tekenen. Dat, is niet leuk meer. Dat moet je met schaatsen doen en niet met tekenen. Dan roept dat bij mij weerstand op. Ik wil dat zelf uitmaken. Ik ben benieuwd, nou komen de tekeningen uit je boek natuurlijk. Ja, nou ja, dat zijn in dit geval maar een paar die ik hierin heb zitten. Dit is een van mijn dochters. En hier ben ik toen eigenlijk weer mee begonnen. Net als die Javaan en die Ethiopiër. Ik ga even recht ophouden. Ik krijg misschien een mooie plaatje. We gaan weer een ander kleurtje. Ja. Ja. Nou, dit is weer die Javaan. Een kopietje. Ja, die hebben we net al heel prachtig in het origineel gezien. Ja, en dit is vriendin Ellen van mij. En vindt Ellen deze wel mooi? Ellen vindt deze ook heel treffend. Maar ook hier vindt ze dat ze toch een beetje arrogant overkomt. Terwijl ik je de foto zou kunnen laten zien. Van, dat is exact de foto. Er zit geen enkele, hoe noem je dat, vrijheid van de kunstenaar zelf in. Om het portret te manipuleren. Ja. Maar dit is... ik heb hierbij een techniek aangeleerd gekregen. Die heel arbeidsintensief is. Ik doe dit dus niet zo heel veel meer. Wat ik zelf bijvoorbeeld nog wel zou willen is... heel schetsmatig portretten maken. Dan zou je dat fijn kunnen tekenen. Maar niet meer in de details zoals het werk wat ik net laat zien. Zo, overigens ook een van de redenen waarom ik vervolgens ben gaan schilderen naast dat tekenen. En dat schilderen heeft steeds ook meer de overhand gekregen. En dan krijg je toch, ten opzichte van het tekenwerk, krijg je te maken met een andere manier van werken. Met kleuren die waar je moet kiezen. Wat ook niet altijd makkelijk is. Maar, ik moet zeggen dat het geeft me voldoening. Dat is mooi. Ja.